Hoi allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik, zoals ik voor jullie heb beloofd, de Action Makeup Test. Dus eigenlijk het testen van de Action Makeup van de adventkalender. En dat ga ik dus vandaag doen. Die video van de adventkalender was echt een rommeltje, vind ik zelf. Misschien maakt dit het goed. Geen idee, maar laten we gauw gaan beginnen. Ja, ik wou full face zeggen. Het is bijna full face van Action Makeup. Maar een paar dingetjes zijn gewoon van mezelf, omdat er geen foundation en zo bij zat. Dus dat doe ik dan gewoon van mezelf. Dus dan gaan we maar gewoon beginnen met de primer. En deze primer is van Maybelline, de Superstay. Dus die gaan we even op mijn gezichtje smeren. Zo, dan gaan we dit even in laten werken. Ik vind deze primer over het algemeen best wel fijn. Hij is best wel waterig. Yeah, het is een goede primer. Dan gaan we de foundation opdoen. En dat is de Max Factor Long Lasting Performance Touch Proof. Nou ja, hij is niet touchproof. Dat heb ik allemaal al getest. Want de kleding van mijn vriendje is nog steeds helemaal onder de foundation. Dus ja, hij is niet touchproof. Maar het is wel een fijne foundation. En deze breng ik aan met mijn Real Techniques Foundation Crust eigenlijk gewoon. De foundation zit er dus nu op. Yeah. En ja, ik vind het gewoon op zich een hele fijne foundation. Ik weet niet waarom, maar ik vind hem gewoon heel fijn. Dus laten we maar even verder gaan naar de concealer. En de concealer is de Maybelline Fit Me Concealer. Die is ook heel erg fijn. Dan gaan we even verder met afpoederen. En dat doe ik met de Catrice Nude Illusion Loose Powder. En die is bijna op. Dus ik moet echt kijken of er nog wat uitkomt. Maar die is heel fijn. Die raad ik zeker aan. Ja. Normaal doe ik dat altijd met een beauty blender. Maar daar heb ik nu niet zo heel veel zin in. Dus ik doe het gewoon met een kwast. En normaal bake ik ook altijd. Maar nu. Poedertje zit er ook weer op. Prachtig. Zie ik er niet meer zo dood uit als net. Volgens mij gaan we nu naar het eerste action product. En dat is dit wenkbrauwpotloodje. En deze heb ik al fucking vaak gebruikt eigenlijk. Want ik had geen wenkbrauwpotloodje meer. Maar oh my god. Ik gebruik hem nu elke dag. Want ik vind hem zo fijn. Ik gebruik hem nu gewoon in plaats van mijn Anastasia Dip Brow. Omdat ik dit gewoon fijner vind als dat. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar het is gewoon zo. Dus deze gaan we op mijn wenkbrauwen doen. So, one wing brow. Kun je het geloven dat je deze wenkbrauwen van de Action krijgt? Ik namelijk niet, maar ik vond het altijd het kutste gedeelte om mijn make-up te doen, omdat het zo lang duurde. Maar nu ben je echt letterlijk met 2 minuten met je wenkbrauwen klaar. En dat is zo fucking fijn, terwijl ik normaal echt 8 minuten bezig ben. Next. Kut. Ik had dit eigenlijk voor het poederen moeten doen. Maar dit is dus een highlighter. Highlighter drops. Maar ik ga het alsnog doen. Het gaat er waarschijnlijk heel kut uitzien. Maar ik denk dat ik het gewoon zo op mijn gezicht moet doen. Oké, dit ziet er heel dom uit. Volgens mij heb ik veel te veel. Het resultaat is er duidelijk, maar de verpakking is echt bagger. En het droogt fucking snel. Je moet hier heel snel mee zijn. Nou, dit is niet mijn favoriete product. Hell no. Ik zie er echt als een mogeltje uit. Oké, we gaan verder. We gaan verder. We gaan verder naar de bronzer. Dat is deze. Bronzing Powder Matte. Hij is veel te donker voor mij, dat zie ik nu al. Maar dat wordt lachen. Het ging echt goed tot de wenkbrauwen. Daarna, nee. Oké, ik ga eerlijk zijn. Het is niet het verschrikkelijkst. Never mind. Oh, jongen. En ik moet zo nog een video opnemen, hè. Met dit op mijn gezicht. Godverdomme, ik heb niet eens blush. Ik ga maar gewoon even mijn sleek rose gold blush gebruiken. Want er zit geen blush bij. Misschien fixt dat alles nog een beetje. Beetje. Ah, mijn lippen worden ook fucking droog van die highlighter. Ja, bitch, what the fuck. Oké, wat heb ik nu? Ik denk dat ik eerst mijn camera even moet laden. Want dat is bijna het volgende deel. Wat jullie gaan zien is zonder audio.
maar met een voice-over. Want ik ben vergeten mijn microfoon aan te zetten. Oké, nu denk je zeker van, what the fuck is zij aan het doen? Ja, het ziet er een beetje raar uit, maar ik was dus vergeten mijn microfoon weer aan te zetten nadat ik mijn camera opnieuw had opgeladen. Fucking slim! Ja, leuk! Nu ga ik dit oogschaduwpaletje uitproberen. Hij heeft hele mooie kleuren, vind ik zelf. Ik heb een frustratie over dit stomme kwastje. En ik ga de champagnekleur op mijn bewegend ooglid aanbrengen. Toen pak ik deze bruine kleur en die zette ik aan in de crease. Oftewel mijn akkaardboog. En op zich vond ik dit best wel een mooi effect geven voor een action product. What the fuck? Toen heb ik die rode kleur gepakt, want ik vond dat ik die per se moest gebruiken. En die zette ik een beetje aan de buitenste hoeken aan. En dit vond ik best wel mooi. En ja, ik weet niet waarom. Ik vond het er heel kerstig of herfstig uitzien. Iets in die zin. Even blenden is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Op dit moment zeg ik dat ik er tevreden mee ben. Toen vond ik met mijn autistische hoofd dat ik de blauwe kleur ook moest gebruiken. Dus toen ging ik die onder mijn ogen aanbrengen. Alleen, je ziet het niet. En als je wat ziet, is het gewoon zilver. Dat vond ik wel jammer. Toen kreeg ik ook nog jeuk in mijn oog. Erg belangrijk, superleuk, nice. Toen ging ik het oogpotlood uittesten. Alleen, er kwam gewoon bijna geen kleur af. En het deed pijn in mijn oog. Dus dat vond ik wat minder. Toen gingen we over naar mascara en de mascara vond ik echt 100 keer niks. Er kwam geen volume af en ja, hij gaf wel een beetje vorm en kleur, maar gewoon geen volume, terwijl dat wel op de verpakking staat. Very disappointed in you, action. Ik vond dat ik de lipliner ook een kans moest geven, ook al waren ze helemaal droog van die highlighter. Maar goed, deze vond ik op zich best wel fijn werken. Oké, maar de lipstick was echt B. Gewoon perfect. Helemaal. Op dit moment in de video ben ik mezelf aan het uitlachen en ik wil echt fucking graag weten wat ik hier zeg. Maar oké, kan niet. Helaas, jammer weer. Dit is even een overview van alle producten. Kijk deze vlek op mijn voorhoofd. Echt prachtig. Dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ondanks dat mijn audio uit was. Het laatste gedeelte. Maar doe vooral een duimpje omhoog. Ga even ergens abonneren of zo. Klik een andere video van me aan. Laat een comment achter. Volg me op Insta. Volg me op alles. Stalk me, weet ik veel. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!